is een beetje zoals een sporter die eerst de linker sok aandoet en dan zijn rechter. Alle twee keer moet je spelen. Aan vlak voor jou of nee? Goedemorgen. Het is 4:50. Zo begint mijn dag elke dag. Zij begint ook alvast met wassen. Ochtends telt echt elke minuut. Dus als ik om 5:00 in de badkamer ben, dan luister ik altijd even het nieuws van 5:00. Dan heb ik ongeveer een kwartiertje om in de badkamer alles te doen. En mijn kleren leg ik altijd al de dag van tevoren klaar. Dan hoef ik daar soms niet meer over na te denken. Klaar! Het is nu 4:58. Dat is echt top. Nu had ik gisteravond geen plek om mijn auto te parkeren in de straat. Dus moet ik 2 minuutjes lopen. Heb je eigenlijk 's ochtends geen tijd voor? Stien is een lampje aan laten staan. Het is een beetje sneeuw. Ah, kijk. Het zal wachten op Marieke. Kijk, het hele team is compleet. Tom van Lintekom, Mattie Valk. Annemarie zit zelfs al binnen. Ja. Dus eigenlijk wachten op de ster. En die is eigenlijk altijd de laatste. Marieke komt met een convoy. Dus 1 auto ervoor, 1 auto erachter. En in het midden rijdt zij. Hey, dat is timing, hè? Precies 5:30, dan moet ik er zijn. Had ik al gezegd dat ik elektrisch rijd? Goedemorgen, Mattie. Goedemorgen. Het is de ochtendvergadering, kijk. Ja. Neem altijd even de kranten door, daar is de Tom van de Intercom. Jurgen Scherf van de show, altijd aan de kop van de tafel. Nou, 6:03. We zitten. En ik begin altijd met een bakje yoghurt. Ik vergeet heel vaak mijn koffie op te drinken. Dit is voedselverspilling, sorry hiervoor. Wil jij koffie, Mat? Ja, graag, want deze heb ik vergeten op te drinken. Bakkie zwart. Bakkie zwart. En altijd 2 crackertjes pindakaas. Het is een beetje zoals een sporter die eerst de linker sok aandoet en dan zijn rechter. Alle 2 crackertjes pindakaas, vlak voor jou of nee? 2 jaar barista geweest, hè? Altijd een beetje walsen, zodat die melk lekker romig wordt. En dan... Hup, zo. Pats. Nog heel even de belletjes eruit. Mattie heeft eigenlijk bijna al zijn schoenen uit tijdens de show. Waarom is dat toch, Mat? Dan aard ik lekker. Ja, ik weet niet wat het is. Lekker huiselijk. Ik ga naar huis en ga ik hopelijk nog even een klein dutje doen. Het is altijd wel lekker als dat nog even lukt. Thuis, mooi kies. Even thuis een powernapje doen, want het wordt een hele lange dag. Op mijn Shakti-mat. Kie, wil jij komkommer op je brood? Aangekomen bij de studio's. En inmiddels in de studio, het reet donker. Hey, ik kan dan wel een glimp laten zien voordat ik in de make-up ga. Tada! Thuis, Lieke is al heel lang een fysicist. Die is supergoed en lief. Dus ook mijn vriendin. Ja. Nou, dan kunnen we de studio in. Ja. Ik denk een kwartiertje voordat we gaan opnemen. We nemen 2 I Can See Your Voice shows op 1 dag op. En ze zijn nu nog druk bezig met wat shotjes maken en het publiek opwarmen en zo, zoals dat dan heet. En daar gaan we dus straks in het decor zitten. Marieke, je moet! Het is 9:15. We zijn klaar. 2 shows, I Can See Your Voice, staan erop. Kijk. Nu naar bed. 4:50 gaat het wekkertje weer. Welkom bij het einde van de video. Je hebt het gehaald. Wist je dat slechts 63% van de mensen ook echt tot het eind kijkt? Oh, wat verdrietig. Heel veel procent valt af. Ja, klopt. Die 37% is weg. Strijder ben je. Strijder. Yes. Maar heb je al geabonneerd? Of geliked? Mattie en Marieke. Q-music.